Oké, als het goed is gebruiken we nou deze microfoon hier. Dat is al een stuk beter. Die kraakt namelijk niet, dus noemen we het gewoon zo. Oké, nou, dat is gefixt. Oké, laten we gewoon verder gaan, alsof dat er niks gebeurd is. Oké, nou, hij is nou gefixt, dus alles zal nou goed moeten zijn. Ik heb geen soul hearts, dus het lijkt me niet echt... Ja, ik weet het, op Twitter en alles ben ik nou behoorlijk aan het spammen, aangezien dat ik het probleem heb dat ik nou dus zeg maar voor de derde keer live ga. Maar alles werkt nu weer wel, dus veel beter geluid! Dankjewel Stan Games en nogmaals bedankt voor je follow. En dankjewel om het even uit te testen of dat het goed werkt. En het werkt heel erg goed. Oké, dus zag ik daar nou net zo'n spin van Mario 64? Dat is toch die spin van Mario 64? Of ligt dat nou aan mij? Oké, nou, ik wil even een paar potten breken, want heel soms kan ik daar geld uit krijgen. En geld is goed. Altijd. Dus. Oké, we hebben hier. Oh, dat is van Bowser's Inside Story. Oké. Ben ik er? Walkray, dankjewel voor het volgen. Oké, dat ding dat doet het goed. Daar ben ik blij om. Oh, dit is de shop. Ja, ik heb nog niet echt. Dit is de Super Mario mod. The Binding of Mario. Dus, staat ook boven ergens in de titel geschreven, dus, en ik vind het wel grappig hoe dat we twee keer de box hebben. Ik ga gewoon doneren, want echt, ik wil nog een lost run vandaag nog doen. Of, sorry, een Boo Mario run doen. En is dat Dinky? Dinkelburg? Tingle, lingle, kilo, limpo? Oh, dit is geweldig. Deze mod is leuk. Er is zoveel gereskind, zelfs de vijanden. En de muziek is ook veel leuker. Ik bedoel... Ik vind Binding of Isaac, ik heb hem helemaal grijs gespeeld. Ik heb Platinum Gold gehaald. Maar ja, ik vond de muziek een beetje... normaal gesproken zet ik gewoon de muziek uit. En dan luisterde ik naar de sound effects. Oké, dat is de bosgroen. Dus hi Cookie Boy, welkom in de livestream. Leuk dat je kijkt. Wat leuk dat je kijkt. Ja, keken kan nog niet, hè, want we zijn eigenlijk nog volop bezig. Dus Oké, hebben we de items allemaal? Nee, ja, want daar hebben we die boxes vandaan gehaald. En daar had ik ook dat 7 item, maar die wou ik niet. Oh nee, niet de hand, King Boo. Oh nee, waarom doen ze me dit aan? Ik haat de hand. Ik haat hem. Ik bedoel, sorry, King Boo. Het is King Boo. Mijn Binding of Isaac is aan het installeren, net gekocht. Nou, ik kan je vertellen, dat geeft uren plezier. Het begint eigenlijk een beetje kort, dat je maar een paar levels zou hebben. Maar dat wordt steeds groter en groter. En hallo, Spika16101, hoe gaat het ermee? Leuk dat jullie er allemaal zijn. Echt, het is zo lang geleden dat ik gelivestreamd heb, dus... Is dat Magic Mush? Timing. 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 Sst. Hou je mond. Sst. Zit in stream. Zit... Live stream. Oh, zit in livestream, sorry. In live stream. Shh. Gewoon shh. Gewoon shh. Gewoon shh. Wat is dat je items en damage ziet? Nou. Ik zet eigenlijk mijn telefoon stil! Goed. Wat is dat dat je... Dit gebeurt alleen maar bij livestreams. Echt. Dat kan ik jullie vertellen. Hi, sorry. Sorry dat ik even wegviel. Dit gebeurt alleen maar bij livestreams. Echt, serieus. Sst. Gewoon sst. Goed, dat ding wat je dus zeg maar ziet, dat is niet de damage die je ziet, dat zijn de items die we hebben opgepakt. Ik heb een item tracker en een seed tracker, dat je kan zien welke seed dat ik heb en welke items dat ik heb. En dat werkt een stuk beter als wat je in game hebt. Dus dat is de reden waarom dat ik die bovenin aan die kant aan eerst heb gezet. Dus dat is wel net zo makkelijk. Goed, we hebben Magic Mush, dus we doen dan meer schade, we zijn een stukje groter geworden. En ja, laten we maar zo ver mogelijk proberen te komen. Goed. Nee, dat is een item tracker. Dat staat toch helemaal buiten.
En nou heb ik damage genomen en daar ben ik minder enthousiast over, want ik wil eigenlijk wel een devil deal hebben vandaag. Oké, hi Koopas! Hallo! Zien jullie dat toch voor... Oh, dan zijn ze hun hoofd ook nog kwijt. Echt Binding of Isaac stijl. Oh, oh, oh. Wat gebeurt er als je Mario en Binding of Isaac in een blender stopt? Dit. Die moet je downloaden. Die moet je gewoon downloaden. Gewoon op Google Item Tracker. En dan vind je er wel een. 99 bommen. Oh, dat is gunstig. Nou, voordat ik die dan pak... Ik eerst even kijken... Of ik hier iets uit kan halen. Spinnen. Nou ja, we hebben 99 bommen, dus het zal wel makkelijk zijn om dan de secret rooms te vinden. Oh, kijk nou toch eens. Dankjewel, wat lief! Oké. Dus, en ja, hoe dat je mod... er staan heel erg veel tutorials op YouTube hoe dat je eigenlijk mod, maar... het is heel erg simpel. Je moet gewoon in je settings, je moet gewoon de mod downloaden. En dan moet je de files, moet je dan zeg maar neerzetten bij... je Steam mapje bij Steam Maps. En dan Common. En dan Binding of Isaac natuurlijk. En dan ga je naar Resources. En daar heb je één mapje staan. En dan moet je vanaf blijven. Dat is namelijk het mapje Pact. Die moet je zeker niet aanraken. Dan moet je gewoon echt... Dan moet je... Die moet je houden. Dan moet je echt niet mee gaan lopen. Mond in de mol. Daar moet je echt vanaf blijven. En de rest moet je er gewoon bij zetten. En dan zal alles automatisch gaan. En dit gaat leuk worden als ik een lost run ga doen hoor. Dit gaat echt helemaal geweldig worden. Ik bedoel Boo Mario run. Zoveel damage. Explosive diarrhea. Wat is dit met bommen? Ik heb echt zoveel bommen. Oh, wacht. Dat zijn geen vijanden. Dat zijn die booby traps. Oké, secret room. Nice. Wow! Oké, dat is eigenlijk best wel evil. Punching bag. Toads works? Volgens mij is dit monstro. Wat doe jij... Wat doe jij hier? Oké, dus note to self. Ga nooit een item of een secret room in van bovenaf. Dat wil je voorkomen. Anders word je automatisch gelijk geraakt door Twompy. Ah. Dat is eigenlijk best wel een beetje main. Oké, nou we hebben de... We hebben Toadsword. Dat is alleen maar gunstig. En echt zoveel skin. Oh. Echt veel Marie skins gedaan. Dat is geweldig. Ik vind het echt mooi om te doen. En leuk. Wat is dit? Purity. Heb ik een curse? Nee. Wat is dit ook weer? Ja, explosive. Ik denk dat ik Purity even bij me hou. Mocht ik daar in één keer amnesia krijgen of iets. Oh, hallo. Nee, het lockpick is beter. Kan ik gratis kistjes openen namelijk. Dus, Oké. Laten we maar naar boven toe gaan. Ja, dat geloof ik ook wel. Dit is echt een van de beste die ik ooit heb gezien. Ik heb ook een Terraria mod ooit geprobeerd. Dan heb je dus zeg maar heel erg veel... Isaac is gewoon nog steeds Isaac. Je hebt geen andere karakters of zo. Maar ze hebben wel het een en ander gereskind. Dus je gaat door Terraria heen, de sleutels, de coins. Sommige items hebben ze ook aangepast. Dus, Oké, nou. Laten we... Oeh, coin meenemen. Swamp. Goh, hebben we jou net ook niet gezien? Die muziek. Ik vind het echt leuk. Als ik me niet vergis is dit de muziek van Mario & Luigi... De allereerste. Hi, Twompy. Moet je kijken hoeveel animatie dat die Twomp wel niet heeft. Wat is dit? Oh, gewoon een HP-up. Oké. Oh, het is breakfast. Leuk dat ze daar ook zo'n mushroom van maken. En dan geluidje er ook bij, zo blablabla. Ik hoop dat de gamegeluid wel goed te zien is. Dit is echt vet. Dus ja, mocht je Binding of Isaac een beetje te duister vinden... of de muziek niet leuk vinden... deze mod is een aanrader. En ja, ze hebben ook wel wat kamers veranderd. Net zoals in de Secret Room, daar hoort normaal gesproken geen... vijand of iets te zitten. En ja, dat zat hier wel. En oh boy, oh boy. Nee. Nee, Goombas. Ik weet dat jullie eigenlijk de tinkeltjes zijn. Of ja, eigenlijk Dingle, maar... Mario is zeker nostalgie voor mij. Ik sta zelf ook op mijn YouTube-kanaal sta ik eigenlijk bekend als... nou ja, bij evenementen sta ik eigenlijk bekend als Mario. Er is vandaag een update-video geweest. En daar kwam ik dan als Shadow Mario in voor, maar...
Ik sta eigenlijk een beetje bekend als Mario. En dat komt omdat, ja, ik ben zelf ook heel erg opgegroeid met de Mario videogames. Ik heb hiernaast me heb ik nog de NES staan, de klassieke NES. Dus, ja, zeker nostalgisch. Oké, we zien. Health up! Wow, hoeveel health kunnen we wel niet krijgen? Hebben we een curse? Nee, toch? Curse of the Blind. Nu niet meer! Oh, zijn dit allemaal... Oh, nee, wacht. Dat zijn de mushrooms waar we pilletjes uit kunnen halen. Of in dit geval bonen. Ik vind het wel leuk. Yes. Nou, het meeste speel ik eigenlijk, zeg maar, op mijn Wii U. Dus makkelijker met opnemen. Maar heel soms dan wil ik nog wel eens de NES eigenlijk daar wel voor gebruiken. Net zoals voor Mario 3 of zo. Ik heb daarachter heb ik ook een poster hangen. En ja, dat is nog van de klassieke Mario 3. Spinies! Oh, ik haat Spinies. Het zijn die wormen, denk ik, of zo, die aan beide kanten kunnen schieten. Dus, oké. Oh, ik haat deze kamer. Nee, ik ben geen fan ervan. Ja, ga hem lastigvallen. Ga Toadsworth pesten. Maar laat Mario maar rust. Met zijn doos. Met zijn dubbele doos. Met zijn dubbele dozigheid met dozen. Dus, oké. Swing. Ah. Nee, maar ik denk dat ik dit ook wel doe uploaden op YouTube. Het is wel een beetje aan de makkelijkere kant namelijk. Aangezien dat, ja, mocht ik een keertje geen video hebben, dan heb ik dan toch, zeg maar, een livestream videootje. Mocht ik het heel erg druk hebben gehad of zo. Dus, piercing shots, nee. Oh, hallo! Hallo, boomerang bro! Waarom hebben ze hier zoveel van die dingen? Oké, brother Bobby, en wat is daar? Bommen en sleutels. Nou ja, bommen heb ik niet echt nodig. Waarom pak ik ze op? Omdat ik het kan. Oké. Okay. Decent. Goed. Oh, wacht even. Die dingen die ken ik. Dit zijn de tinted rocks. Of de marked rocks. Of de speciale steentjes die je op wil blazen. Omdat er goede stuff uitkomt. Geef. Kijk. Soul heart en bommetje terug. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. En Wigglers. Geweldig. Oh mijn god, deze mot is geweldig. Mij niet raken, hè. Paastrap. Stout. Ik weet dat mensen heel erg skilled kunnen zijn met het wegjumpen voor... Oké, even kijken. Dit is dat je bommen kan opblazen wanneer dat je wil. Ladder, dan hebben we de jump niet meer nodig, maar die hebben we ook niet echt. Ik heb zo'n gevoel dat hier de secret room zit. En ik had het mis. Dan zit er dus een speciale room. Hieronder, denk ik dan. Oh, ik haat deze kamer. Wacht. Oh, juist. Zo moeten we dat doen. Oké, nou misschien kunnen we een sleutel besparen. Ik bedoel, we hebben bommen genoeg. Dus misschien... Oeh, kijk. Money counts. En ook wel leuk hoe dat deze muren helemaal in oldschool Mario zijn veranderd. Flight of bommen? Ja, flight zou wel handig zijn, maar jump zorg ik ervoor... Ja, weet je waar, we gaan gewoon over in flight dan. Ik bedoel, jump is handig, maar als je eenmaal over kan gaan naar flight, dan wil je toch wel even flight hebben. Dus, oh boy. Waarom ben ik hier eigenlijk niet de eerste keer overheen gesprongen? Nou ja, we hebben nou in ieder geval genoeg geld om weer eventjes te doneren. Dat was dom. Maar dan kunnen we tenminste eventjes doneren. Ik hoop in ieder geval dat het gamegeluid goed te horen is. En dat ik ook wel een beetje redelijk te horen ben. Dus feedback is welkom. Oké, we kunnen niet meer doneren. Sleutel, bommen. Nee. Bewaren het wel voor de volgende shop. Misschien komen we nog iets goeds tegen. Oh, hallo. Jullie ken ik ook niet echt. Volgens mij zijn jullie ook vijanden uit een Mario & Luigi game, maar dat weet ik niet zeker. En oh, wat ben jij een lemo? Kom naar beneden. Kom beneden spelen. Kom beneden spelen. Kan ik jou tenminste neerschieten? Kom hier. Oké. Okay. Oh, hier hebben ze geen reskin voor. Nou, maakt niet uit. Nou ja, ze hebben Beatles. hopelijk krijg ik Cube of Meat. Dat zal eigenlijk wel fijn zijn. Ik heb liever altijd Cube of Meat, omdat die kan namelijk ook projectielen blokkeren, dus... Oh boy. Nee,
Nee. Hou je maar bezig met Toad's Ward. Ik hou ervan een Toad's Ward eigenlijk. Een Yoshi-ei? Wat is dit? Cube of Meat. Dat is ook gewoon een Yoshi-ei. Heb ik ook een Yoshi-ei om me heen een cirkel? Oh, dit is hilarisch. Guppy's Hairball. Nee, ik heb helft genoeg. Guppy's Hairball, swing it. En Rotten Baby, altijd handig, want die schiet vliegjes. Vliegjes, ik kan heel goed spreken. En die vliegjes, die, ja, die zijn eigenlijk best wel handig, dus. Goed. Curse of the Unknown, daar ben ik niet blij mee. Daar kan ik... Ja. Of ik moet mijn flight gebruiken, maar daar heb ik geen zin in. Sleuteltje. Oké, we hebben nog meer. Oh, dat zijn die boomerang gasten. Er zitten zelfs champion versies bij. Oh, nee. Het is echt slim over nagedacht om die zo neer te zetten. Hey, Nienwezen, hoe gaat het ermee? Och, dit is van... dit is van Partners in Time. Ja, screw it. Ik wil dat kistje. Oh, wauw, dat was echt... Zie dit? Vliegen, dat doe je in zo'n... Oké. Geweldig. Oh, dit is hilarisch. Ah, dat is fijn om te horen. Is heel erg mooi. Oké, nou. Als jij nou eens even bezig gaat met Toad's Ward... bommetje daar. Boom. Nou, dat was goed getimed. Oh, die wil ik zeker hebben. Dankjewel. Oké, nou. Ik bedoel, ik heb Platinum God al op die andere. En dan hier proberen ook Platinum. Maar dan gewoon Mario-stijl. Ik bedoel, achievements kun je nog steeds krijgen. Ondanks dat je gewoon met mod speelt. Dus ik vraag me af of degene die Brimstone hebben... Of die een andere... Ja... Ook een andere texture hebben of iets. Want niet dat ze dadelijk hetzelfde zijn. Dat je dan maar moet gokken of ze brimstone doen of boomerangs gooien. Zo. Oh boy. Ik weet niet hoeveel health ik heb. Zou ik heel fijn vinden om toch iets van health te kunnen zien. Kijk, we hadden net 6 hartjes of zo. En we hebben 2 Deal with the Devil gedaan. Dus daar hebben we er nog 4 over. En dry bones. En ik weet niet hoeveel... Wat is het met mij alleen maar die boekjes geven? Ik wil die boekjes niet. Oh. Spel, wees eens lief tegen mij. Laat ik hem wel geld geven. Waarom ook niet? Geef me iets goeds. Geef me iets goeds. Geef me iets goeds. Dit spel houdt zo van trollen. Dankjewel. Voor de rest denk ik niet. Ja, weet je waar? Ik koop gewoon een hartje. Oh, ik zit op full health. Ah, dan heb ik 4 hartjes. Dan zit het er goed. Ah, oké. Oké, geen reskin voor deze gastjes. Dat maakt niet zoveel uit. Gewoon eventjes snel even schieten. Magic Mush, echt heel erg blij dat ik die heb. Here we go. Daar hebben we een Devil Deal of Bowser Deal eigenlijk. Damage up of HP up? Doe maar met damage up. Damage plus range. Even kijken, damage is 0,5, range is 25. Ja, wordt eigenlijk allemaal uitgelegd in die item bar die we daar hebben. Dus dat is wel handig. Wat is dat? Head of Tanuki. Wacht, dan hebben we al 2. Oh, wacht. Natuurlijk, Tanuki van Mario 3. Wil ik Flight of wil ik de Head of Tanuki houden? Wat vinden jullie? Moet ik Flight houden of moet ik de Head of Tanuki houden? Laat het heel eventjes weten. Doe ik heel eventjes een slokje drinken erbij. Kan ik even mail checken of zo? Ja, dankzij die ene dingesgeval heb ik nou dus zeg maar dat ik kan zien. Oké, Nienwezen die zegt dat ik de Tanuki moet houden. Maar hij is eigenlijk ook een hele goede master in The Binding of Isaac. Dus dan gaan we Tanuki maar houden. Oh, daar hebben we een ninja. Die zegt ook gelijk Tanuki. Wat een Tanuki.
Dus laten we maar luisteren. Oké. Okay. Mario 64 Bowser muziek. Jij bent een hele grote Goomba. Wauw. Hallo meneer grote Goomba. Wil je alsjeblieft eventjes op sodemieteren? Dat maakt me heel erg blij. Moet ik natuurlijk niet vergeten om hem te bewaren. En weer de Curse of the Unknown. Daar ben ik niet vrolijk van. Ah, sleutels genoeg. Dat is dit. Oké. Okay, damage reduction. Handig. Leuk dat ze daar als Shy Guy masker hebben gedaan. Ken ik. Kleine Twimps. Twimtwomps. En... ja, als dit dezelfde mod was, zou ik deze eigenlijk als Darknuts neerzetten. Want ze functioneren een beetje als Darknuts. En oké, nou, is alles? Sleuteltje erbij. Een paar van die leuke vlindertjes er weer bij. Ik zeg gewoon vlindertjes. Nee, die hebben geen reskin. Oké, dat wil ik wel even weten. Hoppakee. Kun je misschien... Dank je. Oh, dat is een trollbommetje. Daar ben je ook niet vrolijk van. Dit is gaaf. Phantoms van Mario 2. Dat is echt gaaf gemaakt. Yeah. Wat is dat? Wat is dat? Tanuki Steel. Oh mijn god! Dat is Guppy Steel, maar dan Tanuki Tail. En nou zijn we Tanuki Mario. En kunnen we vliegen in plaats van Guppy ben je Tanuki. Oké, nou we zijn dan... Tanuki, niet Guppy, maar Tanuki. En we hebben nog steeds full health. Dat is alleen maar gunstig. Oké, we kunnen dan vliegen. Handig. Jullie vreten allemaal vliegjes op. Daar ben ik niet blij mee. Sterf, ga heen. Ga Bowser pesten. Huh? Paastrap, hè. Ik zie alles. Oh! Your English. I'm sorry. This is a Dutch live stream. I'm talking Dutch. I'm sorry. My apologies. That's where the NL stands for. It's, Netherlands. So, I'm sorry, but it's a Dutch stream, but thanks for joining the stream, in Dutch. nee, die blaas ik op. Dus, well, if you have any questions, I can, of course, go and answer them in English to you, that's no problem. But for the rest of the stream, will be Dutch for the Dutch viewers, so, yeah, keep that in mind. Okay, we hebben een trollbom. Even weer terug naar Nederlands, Maar we wachten eigenlijk dat we nog een Engelse kijker erbij kijken. Eh, yeah, that's okay, no problem. Thanks for your support. Thank you very much. Thank you. Corona, vriend! Dus, ja, eens even kijken. We hebben hier... Cut and Run! Ja, zekers! Ik bedoel, ik weet dat Tanuki hebt, maar die hebben we nou eigenlijk praktisch niet meer nodig. Aangezien dat alle damage die we doen... automatisch, of ja, alle kogels die geven, of ook tears, die geven automatisch van die vliegjes, dus daar hebben we nou geen problemen meer mee. Dus, ja, health up. Het zou leuk zijn als ik mijn health kon zien, maar dit spel, dat is gewoon zo gemeen dat ik mijn health niet mag zien. Wat is dit? Puberty. Oh, jee. Oh, hi. Wauw, dat was zinloos. Nou, we hebben zoveel bommen, dus misschien is dat... Oh, hallo. Ik neem aan dat dit Gertie is. Zoveel reskins. Ja, download. Toi. Volgens mij is het op Isaac mod. En moet je gewoon ingelogd zijn op je Steam. En dan kun je hem downloaden. En dan zet je die in je folder. En dan heb je gemodded. Ja, dan is hij gemodded. Heel makkelijk. Dus, yeah. Oké, nou. De shop hebben we gehad. We hebben de item room gehad. Dus eigenlijk is het nou wel tijd om even naar de baas toe te gaan, dus... Oké. Ik vind het wel gaaf hoe dat we Tanuki zijn. En we spelen nou als Mario, en alleen... Ja, je ziet niet meer echt wat een Mario is. Dat is wel komisch, maar... Ah, je hebt ook nog Luigi en Peach en de Husk en... Oh boy. Kom maar. Waar is mijn lichaam eigenlijk? Auw. Word ik alsnog geraakt, hè? Range up. Altijd handig. Oké, we hebben nu. Oh, Krampus. Waarom? Sterf. Ah, altijd handig om kool erbij te hebben. Nee, het is eigenlijk best simpel.
Dus alleen zorg er wel voor dat je de mod, dat je de mod packt niet eruit haalt. Want als je die weghaalt, dan zal heel je game niet meer werken. Ah, hij wil mijn geld hebben. Laat ik hem weer geven. Een bom. Alsof ik die nog niet genoeg heb. Oeh, vraagteken. Kompas, einde is dichtbij. Ah, handig. Superstar Sarah. Ja, we hebben heel veel. Oh boy. Oké. Okay. Heel veel reference eigenlijk van diverse Mario games. Oh, dat was zinloos. En dat was dodelijk. Dankjewel, spel. Het spel wil me nou dood hebben. Oh mijn god. Luigi's Mansion Ghosts? Echt waar? Zelfs die zitten erin. Waarom? Pas op. Pas erop, hè. Ik heb nog maar weinig health. Het is dodelijk, dit. Dus, ik hoop nogmaals dat alles goed te horen is. Ik heb nog geen klachten gehoord en daar ben ik eigenlijk alleen maar blij om. Oh, dat was gemeen. Dat was heel erg flame. Dat was gemeen. Net alsof dat je weer flip aan het spelen bent en dan gewoon net wat laat op het schermpje drukt. Dus Mario 3, maar ik denk eigenlijk eerder dat het van... Ach, hoe heet dat nou? Oh, fijn. Spring gelijk even in mijn gezicht. Ik denk dat dit eerder van de Mario Party is of zo. Kom op. Counterfeit Penny. Die wil ik eigenlijk hebben. Ik hoef jouw flying item eigenlijk niet. Zoek het uit. Blaas je gewoon op. Ik blaas jou op. Ja, ze zijn heel all out geweest, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat sommige bazen eruit zien. Want we hebben dus zeg maar Monstro is Twomp. Die hebben we gezien. We hebben Poki hebben we gezien. Tenminste, een soort van Poki. Dus ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk wat ze met Mom hebben gedaan ofzo. Oh, hallo. Oké, we hebben hier Little Chubby. Ah, dat is gunstig. En ja, dat is eigenlijk wel een damage up. Dus ja, ik heb sleutels genoeg. Ik denk dat het wel goed is. Oh, baas erop. Hallo. Jullie zien er nogal een beetje groenig uit. Clubs, was dat nou voor bommen of voor sleutels? Woon je alleen? Ja, ik woon op mezelf. Dus heb ik van mijn huis heb ik een beetje een studio gemaakt. Dus, hartstikke gezellig. Daar hebben we hun ook weer. Leuk. Clubs is bommen. Ah. Hartstikke zinloos dus. We hebben hier Bob's Brain. Nee! Ah, ik wil niet Bob's Brain. Bob's Brain is verschrikkelijk. Oh, verdorie. Nu zit ik daarmee vast. Oh, verdorie. Nee. Ik woon hier alleen. Oh boy. Ik geef niet op. We gaan dit gewoon overleven. Wat is dit? The Lovers. Nou, dat kan wel handig zijn. Je moet ook gewoon heel erg voorzichtig zijn en dan komt alles wel goed. En I can see forever. Ja. Dat was een slechte keus. Als ik had gezien wat het was, had ik dat nooit gekocht. Durf ik die schakelaar in te drukken? YOLO! Trollbom. En gewone bom. Hartstikke handig. Oké, nou we moeten heel voorzichtig zijn met Bob's Brain. Oké, volgens mij hebben we nou alles gehad. Ja, redelijk. Ah, daar raakt mij altijd. Daar ben je gewoon niet vrolijk van. Wat heb je nog meer? Nog een trollbom. Wacht eens eventjes. Is dit niet, zijn dit niet normaal gesproken skulls? Dankjewel. Hartstikke lief. Ga weg.
Bij deze run nog niet, bij deze file. Bij file 1 heb ik het wel. Judgment, altijd handig. Bij deze, of ja, bij de ene heb ik hem, heb ik wel alles 100%, maar bij deze file heb ik het nog niet gedaan. Dus, maar ik ben wel benieuwd wat ze met Mega Satan gedaan hebben, dus... Oh, dit is geniaal. Deze is geniaal. Oh, come on. Hoezo was die... Oh, Bob's Brain. Tuurlijk. Ik haat Bob's Brain. Nou ja, we hebben in ieder geval genoeg Shadow Hearts. Bob's Brain, echt serieus. Als jij me nog één keer overscrewt, dan word ik zagrijnig. Smile! Mooi. Even kijken. We hebben nog meer Chariots. The Lovers. Lovers. Nou, dan denk ik dat ik Chariot met me meeneem. Kun jij me nog iets goeds geven voor 10 muntjes? Zou heel fijn zijn. Nee, iets goed. Kom op. Kom op. Ik weet dat je me iets wil geven. Ik haat jou. Ik haat jou. In 1000 verschillende talen. Hallo moeders! Oké, mam is gewoon nog mam. Dat is duidelijk. Jeetje, wat is dit voor muziek? Nou, ik had alleen de negatief, maar ja, we gaan sowieso richting Isaac. 2 hartjes, een vraagteken. YOLO! De nail. Might as well use it then. Joepie. Hallo, Dankuip! Ik ben er ook weer! Flapzone. Oké. Ik bedoel, ja, de nil is wel handig voor health te blijven krijgen en zo, maar ik ben toch liever eigenlijk een beetje van de... ja, 1 kistje is niet waard. Ik ben toch eigenlijk een beetje liever van de aanval als van de defense, dus... zover jullie dat ook wel hebben kunnen zien eigenlijk in mijn Final Fantasy Let's Play. Wow, nou wordt die leuk. Damage up. Dat is extra damage en dan ook nog eens een keer... We hebben gewoon Magic Mush en... Cricket Head. Oh, onze damage is nou gigantisch aan het vliegen. Oh, dit is instant win, jongens. Serieus, maakt niet uit dat we Bob's Brain hebben. Dit is... Oh, bullet bills. Maakt niet uit dat wij Bob's Brain hebben. Dit is gewoon... Dit is win. Dit is win. Oh, dit wordt leuk. Dit wordt leuk. Oh, dit wordt niet leuk. Dit wordt niet leuk. Oké. I'm cool. Oké. Oh, echt. Onze damage. Onze damage is... Is die al maxed out? Nee, is nog niet maxed out. Gek. Oh, zo. Piranha plant eromheen. Was dat nou echt nodig? Oh, nee. Waar zit eigenlijk de baas? Daar. Gewoon die kant op. Ik bedoel, ik denk niet dat ik... anders, ja, neem ik heel erg veel risico met Bob's Brain. Daar heb ik eigenlijk weinig zin in. Dus, Oké. Dat verdient... Waarom is dit weer een nep einde? Echt, oh. Ik stoot hier gewoon tegen mijn microfoon aan. Zo gestrest word ik ervan. Is misschien handig als we nou een blood donation machine vinden of zo. Dan is die charity wel erg handig. Bob's Flame. Bob's Flame. Serieus, hè? Hij gaat ons toch naar boven toe leiden. Oh, dat kompas is een leugen. Dit hele spel is een leugen. Oké, nou, laten we... Money counts. Oké, nou gaan we gewoon omhoog en... Vliegen, pak hem. Goed zo. Is nog makkelijker. Oh. Al de Goombas. Wat zijn dit eigenlijk voor stenen? Petrified Poop. Wat is dit? Oké. Nou, dat is een Tinted. Dat weten we wel. Gele blokjes willen we altijd raken. En ik hou liever hem vast, want hij geeft een klein beetje extra damage. Joker? Juist. Die is handig voor later. Oh boy. Oh, dat was eigenlijk best wel handig van Bob's Brain om daar... Oké.
Hallo! Oh. Oh, ik word toch alles geraakt. Gaat alleen maar de goede kant op. Bob is flame. Bob's flame. Oké, okay, what do we have? Oh, het is Fred. Hoi Fred. We denken aan zo'n YouTuber die vroeger... ik weet niet of hij vandaag de dag nog steeds heel erg populair is. Maar er was zo'n YouTuber genaamd Fred en die had zo'n heel irritant stemmetje. En die ging dan altijd zo van... Hey, it's Fred! Oh, dat was zo irritant. Oké, okay, nou hebben we een HP'tje up en wat hebben we... Oh, damage up. Ja, gelijk inleveren die app. Gelijk een damage up. Oh, onze damage is real, jongens. Nee, Monty's die zitten erin. Die hebben ze erin zitten. Dat zijn die andere Monty's. Dus alleen hadden ze waarschijnlijk voor de andere dan geen... Oh, is die naar tv overgestapt? Nou, dat moet hij weten. Ik vond hem sowieso al heel irritant. Dus. Dat is jaren terug, joh. Oh, dat is lang geleden. Hallo. Vind jij het erg als ik jou heel eventjes afmaak? Ik heb geen flauw idee waar ik naartoe ga, want ik heb The Curse of Darkness. Wat het spel zo leuk vindt om mij te geven. Tammy's Head vind ik eigenlijk ook heel erg leuk. Cut and Run is beter. Als ik nou Brimstone had, had ik gezegd ja, maar... Oh, Tammy's Head is echt eigenlijk geweldig als je Brimstone hebt. Oh, die is geweldig. krijgen we... Oh ja, komt omdat we... Tanuki stil hebben. Daarvoor krijgen we nou zoveel kistjes. Wil ik? Ik wil. We hebben hier. Trollbombs. Jammer. Nou, als mensen eigenlijk altijd aan mij vragen van... Ja, maar wat is YouTube eigenlijk precies? Dan zeg ik eigenlijk altijd van... Dat is eigenlijk de televisie van de toekomst. Dat zeg ik eigenlijk altijd. Dus, Bottle... Puberty. Yay! Ik gebruik hem wel, joh. Zullen dat leuk vinden? Weer Tammy's Head! Weet je wel, ik... Oh. Ik heb nou al twee keer Tammy's Head. Misschien moet ik hem eventjes oppakken. En dan weet ik zeker dat hij uit een pool is. Even oppakken. Je gaat misschien een first look. Oh, dat is gezellig. Misschien komen we je daar wel tegen. Oké. Careful. Kom op. Pak hem. Oké, nou weet ik dat we naar de darkness kunnen gaan omdat we de negative hebben. Maar ik heb in deze file heb ik de Polaroid nog niet unlocked. Dus daarom ga ik nou eigenlijk liever richting, ja, de Polaroid. Dus... Want als je dan zeg maar Isaac, of wie dat het nou in deze mod ook is... Als je die dan verslagen hebt, dan krijg je namelijk de Polaroid, waardoor dat je naar de chest toe zou kunnen. Dus de Nintendo games. Oh, gezellig. Zet mij maar op de mensen die je misschien gaat stalken op. Oh, ga je me stalken? Oh boy, ik heb een instant stalker. Oh nee. Twomps. En dat was net eigenlijk een changejump. Wie was eigenlijk die changejump dan? Misschien is het niet handig om nou op de chat te letten en... Nee, die heb ik niet nodig. Dus... Was dat een brul? Waarom is daar een Lakitu? Wie is Lakitu? En wie ben jij, Blue Shell? Oh, dit is creepy. Deze mod is echt geweldig. Alleen jammer tot monstro... Tot... grotere versies, zeg maar, tot die niet een upgrade hebben of zo. Ik bedoel, als je Monstro 1 een Twomp maakt, had je Monstro 2 gewoon, zeg maar, zo'n huge Twomp of zo kunnen maken. Of iets in die trend. Kijk, hebben ze nog meer vijanden die zo reageren? Even nadenken hoor, want trouwens, we kunnen de Joker card nou gebruiken. Curse of Babylon. Wat doet dit? Dat geeft een bom. Het probleem is, daar hebben we helft te veel voor. En ik weet dat ik helft kan opofferen, maar dat lijkt me op dit moment geen goed idee. Ja, dat is deze muziek, ja. Final Boss van Partners in Time. Maar ik moet ook zeggen dat de decoratie geweldig is. Oh-oh. Ik haat jullie. Ik haat jullie. Ik haat jullie. Jullie zijn de spawn van Satan. Ga weg. Zonder mij te raken, alsjeblieft.
Ja, we kunnen wel eventjes naar die ene curse room gaan. Even kijken. Hij zegt onderaan, dus ik denk dat ik dan helemaal zo moet omlopen. Oh, double greet! Ikutu is Headless Horseman. Juist. Oh. Nee, ik wil die niet. Ga weg. Wow. Ik ben benieuwd of ze iets met Isaac gedaan hebben. Of dat nou gewoon Mario is. En oh, schnikies. Ik vind het wel vet hoe dat ze dat met die blue shells gedaan hebben. Oké, hebben we hier. Nee, ga ik niet gebruiken. Pas erop. Oké, nou. Beneden. Oh, ik ben al hartjes weer aan het verliezen. Dat is niet gunstig. Ah, dat was gemeen. Dat was recht op mijn neus. Dat was gewoon sneaky. Dat was gewoon flame. No points for style. Hoe durf je? Die schaduw zorgt ervoor dat mijn lichaam heel erg veel schade doet, terwijl dat ik rondvlieg met mijn hoofd. Heel creepy. Oké, nou. What's all this? Waarschijnlijk bonen van troep. Oh, health up. Altijd handig. Tears down. Dat is niet goed. Range up, dat is wel goed. En deze wil ik helemaal niet gebruiken. Ik weet nog niet eens hoeveel health ik heb. Dat is het nadeel. Dus een Isaac die een beetle uit... Oké, dat zou wel goed zijn. Passage. Werkt niet. Hallo. Is dat Fafel? I have fury. I have fury. Welk beest is dat ook alweer? Oh, dat is Loki. Oh, deze is echt leuk. Mario versus Mario. Kijk, en nou die schaar heb ik dus gebruikt. En nou zie je dus zeg maar mijn lichaam rondhuppelen. Oh boy. Ik weet niet hoeveel health ik nog heb. Dit was misschien niet zo'n slim idee, maar nou weet ik tenminste zeker dat ik een hit heb. Ja, sorry corona, maar ik heb daar de item tracker voor. Oké, dus we hebben eerste run hebben we dus gehaald. Yay! Dus hebben we nou de Polaroid vrijgespeeld? Nee, nog niet. Nou, ik denk dat ik sowieso nog een run ga doen. Maar voor de YouTubers, dit is het einde van deze livestream aflevering. Zodat ze niet te lang zouden worden. Er komt dus nog meer, want we gaan nog een run opnemen. Maar ik neem heel eventjes een kleine break. Even met de chat heel eventjes interactief doen. Dus we nemen nog een aflevering op voor YouTube. En eigenlijk voor het livestream, voor de mensen die de livestream missen. Dus bedankt voor het kijken. En ja, er komt dus nog een livestream video. Ergens. Deze week. Maand. Jaar. Weet ik niet. Hopelijk zo snel mogelijk. Dus bedankt voor het kijken jongens. En tot de volgende. Dus chat zeg ook nog even houdoe. Want jullie zijn ook gewoon in beeld. Zeg nog wel even houdoe tegen die kijkertjes. Die nou op YouTube aan het kijken zijn. Is wel leuk om daar even tegen te praten. En ja, ik neem heel eventjes een kleine break. Dus ik doe heel eventjes even swappen. En dan gaan wij zo verder met een tweede run.